Het verhaal van de kip en de marter. Het zou het begin kunnen zijn van een mooi sprookje, maar voor Connie Eldering uit de hoogte begint het meer op een nachtmerrie te lijken. Terwijl hij zelf niet thuis was, werd een van zijn kippen aangevallen door een marter. Een buurman greep in, belde de dierenambulance en het resultaat is een dode kip en een gepeperde rekening die enkele dagen later op de deurmat viel, terwijl er door de eigenaar geen opdracht gegeven is voor de reddingsactie. Ja, het is een educatieve tuin waarin we kipjes en groenten enzovoort wilden laten zien aan kindertjes hoe dat allemaal werkt. Toen hoorden we van de buurman dat er een marter geweest was die een kip gepakt had. Die heeft hij proberen te redden, heel geweldig natuurlijk. Maar vervolgens toen kwam er achter het hele verhaal weg dat hij met de ambulance, dierenambulance, weg was gegaan. En vervolgens dat we een rekening konden ontvangen en toen die kwam. Ja, dat was schrikken. €200 bijna. En dit is de bewuste rekening waarbij de meeste kosten zijn gaan zitten in het laten inslapen van de kip. Ik dacht dat het een grap was. Hè, van heel veel mensen ook verteld. En ik denk van in iedereen van, dat kan toch niet. Ik zeg, ja, het is toch waar. De dierenambulance Groningen heeft in de gemeente de plicht om te zorgen voor gewonde kippen, katten of honden, waarbij de kosten altijd op de eigenaar verhaald worden. André Nijdam is van de dierenambulance Groningen en hij vertelt dat in deze zaak het protocol gevolgd is. Ja, dat klopt. En dat er dan kosten achterweg komen, ja, dat vind ik voor de meneer heel vervelend. Maar ja, dat is logisch. Je moet daar 's nachts mee naar een dierenarts. Een nachtconsult is al een stuk duurder dan overdag. Ja, dan komt er ook nog eens een ritprijs voor ons overheen. Juridisch klopt dit gewoon allemaal. Ik heb hier niet om gevraagd. Ik heb hier geen opdracht toegegeven. Ik ben heel blij met een dierenambulance die voor dierenwelzijn is. Maar de verhouding is zoek. En de verhouding is met name zoek. Omdat wij heel veel werk met mensen die voor €50 in de week rond moeten komen. En kijk, als het moet zou ik het wel kunnen betalen. Ik ga het niet doen. Het is principieel. Als een ander met dit soort dingen geconfronteerd wordt, dan heeft hij een probleem en dan kan dat heel ver gaan. Als iemand ons belt voor een gewond dier, waar wij voor ingehuurd zijn, dan staat het belang van het dier toch echt voorop. Nijdam laat weten dat zich wel eens vergelijkbare situaties hebben voorgedaan, waarbij ook de rechter daaraan te pas moest komen. In al die gevallen werd de dierenambulance in het gelijk gesteld. Als wij tegen die meneer zouden zeggen van de kosten hoeven niet, dan draaien wij daar zelf voor op. Nou ja, geld bij de dierenambulance, daar kan ik gewoon heel kort over zijn. Dat is er niet. Dus wij zullen het wel moeten verhalen op een eigenaar. Als niemand water bij de wijn doet en er komt geen oplossing, dan laat ik het voorkomen. Grote kans dus dat het laatste ei in dit verhaal nog niet gelegd is.